Ja, ja, daar zijn we weer met de nieuwe aflevering van de beste voetballer alle tijden, Opa Bouws. Ja, hij gaat echt als een raket en ondertussen spelen we bij Barcelona. Maar wat helemaal mooi is, is dat we de Champions League kunnen gaan spelen. En vandaag hebben we de eerste wedstrijd, namelijk tegen Liverpool. En dat is ook meteen de belangrijkste, want we zitten verder bij Porto en Celtic in, zeg maar, de pool. Nou, Porto, Celtic zouden we moeten kunnen winnen. En ja, Liverpool, dat is dan wel een grote concurrent. Maar als we deze winnen, hebben we meteen al goede zaken gedaan. En staan we er meteen lekker voor. Dus dat zou heel nice zijn. Daarnaast zal ik even kijken bij kalender welke wedstrijden we daarna hebben. Hondonders, we hebben Espanyol, wat natuurlijk ook een goede tegenstander is. En daarna hebben we ook Real Madrid. El Clasico hebben we nu al. Oké, dit wordt echt een hele dikke aflevering. Dus een paar hele dikke wedstrijden voor de boeg. En dan gaan we eens kijken of we het een beetje goed kunnen doorstaan allemaal. Maar ja, daar komen we deze aflevering achter. En als jullie er zin in hebben, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou nice zijn. Is denk ik wel veel te veel. 1000 likes, dat zou nice zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van natuurlijk al mijn mooie video's. Maar eerst even wat comments voordat we verder gaan. Deze was van WW, die zei dit. Veeg je rechter joystick 2 keer omhoog en hou R2 ingedrukt. Griddy, ik denk dat je het zo moet zeggen. Leuk dat Joran dit ziet, Bouws Army. Ik ga het proberen. Als ik score, ga ik proberen die celebration te doen. Ik ben benieuwd. En hier Janneke, die zei nog iets. Joran, het is bijna onmogelijk om meer salaris te krijgen als je naar een andere club gaat. Het is wel van 2 afleveringen geleden, maar ik werk altijd 1 aflevering... in het vooruit. Dus dan heb ik altijd comments van, zeg maar, een video weer daarvoor. Maar in ieder geval, uiteindelijk is het toch gelukt. En daar kwam ook deze comment van Mark onder. Klopt, tenzij Real of Barca een bod doet, Real betaalt de hoogste salarissen in de game. En verder zei hij er nog wat over. Maar het komt er dus op neer dat Barcelona en Real Madrid de hoogste salarissen geven van FIFA 23 in carrière dan natuurlijk. Dus dat is heel nice. Misschien dat Real nog iets meer salaris geeft. Maar ik denk dat we nu ongeveer wel op de hoogste salaris zitten wat we überhaupt kunnen krijgen. Het is echt niet normaal wat we verdienen. Ik zal het even laten zien. We verdienen 425.000 euro per week. Dat is gewoon bijna 2 miljoen per maand. Echt belachelijk eigenlijk. Slaat helemaal nergens op. Maar ja, ik vind het wel mooi. Want op die manier kunnen we natuurlijk mooi aankopen doen. Want we moeten nog wel even een dure aankoop doen. Namelijk bij Winkel willen we natuurlijk binnenkort een jacht kopen. En die kost 25 miljoen. Ik zit nu op de 6 miljoen. Dus voorlopig zitten we daar nog niet op. Maar hey, daar gaan we natuurlijk voor strijden. Maar laten we nu de wedstrijd tegen Liverpool maar gaan spelen en eens kijken wat er terecht van gaat komen. Ik ben heel benieuwd. En oh ja, wat ook nice is, we gaan in deze video sowieso een niveau omhoog, waardoor we weer wat skills kunnen upgraden. En dan ben ik benieuwd of we dan misschien 91 beoordeling gaan worden, want we zijn nu al 90. Maar 91, ja, dat zou helemaal baas zijn. Maar ja, daar komen we dus achter. Eerst even tegen Liverpool spelen. Ja, goede bal. Ik zal even doorpasen naar Frenkie. Dat deed hij ook goed. Oh, Frenkie, maak die bal dan af. En trouwens, wat me net opviel, is dat Frenkie de aanvoerdersband draagde. Dus Frenkie de Jong is gewoon aanvoerder hier bij Barcelona. Dat is helemaal ziek. Eventjes terugpasen. Was het idee? Oh, dan krijgt Frenkie wel weer de bal. Maar weer een schot, maar weer geen goal. Oh, donders. Oh, donders. Dit kan wat worden. Dit moet hij toch afmaken. En dat doet hij ook. Nice. Oh, ik heb trouwens een assist. Dus dat is helemaal mooi. Want we gaven de paas blijkbaar. Ik had het helemaal niet zo door. Maar ja, dat was ergens op het middenveld. Hij rende helemaal zelf gewoon vanaf zijn eigen helft ongeveer. Dus dat is wel nice. Maar we staan 1-0 voor. En dat is in ieder geval hartstikke goed. Ja, hiervoor gaf ik dus de paas al. Dus eigenlijk deed hij alles zelf. Maar ja, wel mooi dat het als assist telt. En de goed binnengeschoten trouwens ook. 1-0 voor in de 27e minuut. Of eigenlijk de 28e minuut. Helemaal prima. Oh, wat? Nee, joh! No, ik was een beetje moe. Ik was een beetje aan het gapen. Maar ik zat helemaal niet goed op te letten. Maar wat was dit nou weer? No, wat een stomme goal tegen was dit. Salah scoort. Ja, op zich wel nice dat Salah scoort. Maar het was niet nice hoe die erin ging. Dit sloeg helemaal nergens op. Moet je de herhaling checken. Hier, er werd gewoon rustig rondgetikt. Eigenlijk niks aan het handje. Hier vervolgens paas hij die bal in de keeper of in de voeten van te stegen. Die neemt hem kats verkeerd aan. En dan kan Salah zo binnen schieten. Oh, dit was echt de stomste goal tegen ooit. Nou ja, dan staan we dus voor rust alweer gelijk. Nou ja, gelukkig hebben we zo meteen nog een hele tweede helft om het eventueel goed te maken. Trouwens even iets anders. Doelstellingen die ik deze wedstrijd heb, zijn veel te moeilijk. Ik moet in totaal 2 goals of assisten maken. En als verhoogd doel is dat dan 3 in totaal. En dan heb je ook nog een doelpunt maken buiten de 16. En een 8,5 al als cijfer, jongen. Dat zijn echt doelstellingen die je nooit gaat halen. Misschien wel dat we nog 1 keer weten te scoren. Dan hebben we in ieder geval dat middelste doel gehaald. Maar ja, om dat verhoogde doel te halen, moeten we dus nog 2 keer een assist geven of scoren. Ja, goede paas en... Ho!
Dat was nog knap geschoten van Oma Mout. Dat deed hij wel netjes. Oké, misschien hadden we de bal weer kunnen krijgen. Hij is weer helemaal terug. Maar ik had niet verwacht dat dat nog zo goed zou gaan. Maar wat een geklungel weer achterin. Net die goal kwam er ook al door. En nu weer gewoon geklungel. En dan komen ze weer, hoor, Liverpool. Met Salah, die natuurlijk gewoon mega goed is. En goed blijft. En zeer slecht verdedigd. Alleen dit keer zit Testegen er wel goed bij. Dat scheelt weer iets. Oké, hier. Paasma, dank u. We moeten even tijd en ruimte hebben. Want dan wil ik namelijk een power shot proberen. Ha, je weet het nooit, hè. Dan hadden we in ieder geval wel een opdracht gehad. Namelijk buiten de sessie scoren. Is echt lastig, hoor, buiten de sessie scoren. Maar met de power shot wil het soms nog wel eens lukken. Oké, we zijn richting het einde van de wedstrijd. Dit wordt goed verdedigd. Oh, no! Dat scheelde niks. Ik was echt even bang dat gewoon weer hetzelfde zou gaan gebeuren. Scheelde niet veel of gewoon precies dezelfde fout was weer begaan als net. Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, misschien dat wij nog één aanval kunnen creëren. Zou mooi zijn. Oh, daar kom ik niet langs. Oké, dat is balen. Maar we zitten nu in de 90ste minuut. Ik denk dat dit gelijkspel gaat blijven. Of Liverpool moet nu nog gaan scoren. Maar dat hoop ik niet. Oh, ze krijgen nog een corner. Oké, deze moet dan nog verdedigd worden. En gebeurt dat ook? Dat gebeurt wel. Ja. Nou, fluit af dan. Fluit af, scheid. Oké, nu gaat hij wel fluiten. Oké, top. Het is uiteindelijk gelijkspel gebleven. Oh, uiteindelijk kwamen we nog goed weg. Maar gewoon twee fouten van de verdediging. En natuurlijk Testegen. Was gewoon slecht gedaan. Gewoon beide keren dat ze een goal... Ja, één keer scoorden ze en één keer bijna. Gewoon super slecht gedaan. Was een beetje onnodig dat we dit hebben gelijk gespeeld. Maar ja, als je uiteindelijk die laatste kans zag... Hebben we er ook wel mazzel mee gehad. Dus op zich ben ik tevreden. Even kijken wie heeft gewonnen van onze tegenstanders. Celtic heeft gewonnen van Porto. Oké, dat had ik ook weer niet verwacht. Maar dat betekent dat Celtic nu gewoon momenteel eerste staat. Maar ja, we hebben natuurlijk nog zat wedstrijden te gaan. Dus dit was de eerste wedstrijd. En gelijkspel tegen Liverpool is helemaal geen schande. Als we de komende wedstrijden tegen Celtic en Porto natuurlijk maar wel gaan winnen. Dat is het belangrijkste. Kunnen we al trainen? Nee, nog niet. Maar misschien wel voor deze wedstrijd. Nee, dat kunnen we hierna pas doen. Na deze wedstrijd zijn we niveau omhoog. In ieder geval, en dan kunnen we dus weer wat upgrades doen. Ben ik benieuwd of we dan ook een rating omhoog gaan. Maar laten we nu maar tegen Espanyol spelen. Eens kijken of we nu wel kunnen scoren en kunnen winnen. Want ik wil natuurlijk nog wel even die celebration doen. Nou, daar gaat Espanyol al. En dit was wel een goede redding van Testegen. Oké, dan doet hij ook een keer iets goed. Ja, hij had in de vorige wedstrijd trouwens ook wel een paar reddingen. Maar ook gewoon een dikke blunder. En ja, dan verprutst hij alles. Ha, die bal die moest er langs. Dan was hij gewoon bijna doorgebroken. Dat is een beetje jammer. Oké, hier, Paasma. Paasma, lekker kort. Ah, dat was niet heel kort. Ja, was wel kort, maar niet goed genoeg. Het schot vervolgens. Ha, dat scheelde niet veel. Die keeper die had er nog vrij veel moeite mee. Dat kwam omdat hij strak over de grond was. Dan kan het nog wel eens lastig zijn. We proberen weer de bal kort te vragen. Dat kreeg ik als tip in een van de vorige video's. Maar tot nu toe nog niet heel veel nut. Nu wel! Haha! Oké, en dan twee keer omhoog. Als het goed is, doe ik hem nu. Doe ik hem nu? Doe ik hem nu? Ja, ik doe hem! Het blijft wel een leuke celebration deze. Dus echt twee en twee keer dan de rechter joystick omhoog. Ik vind het een mooie celebration. Maar ook goed binnengeschoten van Opa Bouts. We scoren eigenlijk vanuit de corner. Normaal scoren we er nooit uit. Dus we moeten gewoon vaker kort de bal vragen. En op die manier proberen te scoren. Maar mooi, we staan 1-0 voor. Dus dit begint in ieder geval goed deze wedstrijd. Hier, dank u. Opnieuw een schot. En dat is alweer de volgende. Ziek hoor, dat was echt een mooie goal. Met buitenkant voet volgens mij, als ik het zo goed zag. We doen gewoon weer dezelfde celebration. Ik wil die nog wel eens een keer zien. Dat was een beetje een Modric-achtige goal. Kijk, daar komt hij hoor. Met inderdaad buitenkant voet. Onhoudbaar voor de keeper. Vanaf dezelfde plek ongeveer. Alleen net was het met links en nu rechts buitenkant voet. Maar 2-0 voor Rus. Ja, dit gaat wel goed komen, deze wedstrijd. Oké, we gaan hem weer kort vragen. Krijg ik nu de bal? Die krijg ik zeker. En dan naar binnen en dan geplaatst schot. Oh, ja, dit is echt de manier. Op deze manier gaan we echt veel meer corners scoren. Dus voor degene die die tip toen had gegeven, nog een shout-out naar jou. Want dit werkt echt goed. Nou, het is nu rust. Nog steeds 2-0. Dus ja, er is niks veranderd. Anders hadden jullie dat natuurlijk ook wel gezien. Maar qua kansen gaan we volgens mij ook mega goed. Oh, dit zijn prestaties. Dat wil ik eigenlijk niet zien. Ik wil gewoon even de wedstrijdoverzicht zien. We hebben 10 schoten gehad. En Espanyol heeft er nog maar 1 gehad. Maar verwachte doelpunten valt wel mee. Heeft Espanyol een half en Barcelona een 1,3. Met 10 schoten is dat niet heel hoog. Nou ja, maakt niet uit. We gaan in ieder geval lekker. Dat is wel wat eruit duidelijk is. Ja, hier tussendoor. Dank u. Power shot. En jawa. Met links gescoord. Buitenkant rechts. En uiteindelijk ook nog met de power shot. Ik had misschien uiteindelijk het schietknopje iets langer moeten ingedrukt houden. Dan hadden we misschien nog harder geschoten. Maar hoe hard was die nu?
Ja, hij was wel redelijk dichtbij. 129. Ja, ik heb wel eens harder geschoten. Maar wel prima goal. En dat betekent dat we 3-0 voor staan. En Overmars heeft een hat-trick. Dus dat is helemaal mooi. Nou, de wedstrijd is voorbij. We hebben 3-0 gewonnen. Overmars dus 3 keer. Jullie hebben ze allemaal gezien. Goeie goals. Ja, allemaal prima binnengeschoten. En dat betekent ook dat we volgens mij elke opdracht hebben gehaald. Dus dan hebben we mooi weer wat XP verdiend. Maar ja, inderdaad, alle 3 de doelstellingen gehaald. En dan denk ik trouwens dat we nu een niveau omhoog zijn. Nog niet, maar we kunnen nu trainen. En dan moet het wel toch zo zijn. Ja, dan hebben we weer vet veel XP erbij. Inderdaad, niveau 33. En we hebben nu 4 skill points. Oké, die 4 skill points moeten er haast wel voor zorgen dat we 91 beoordeling gaan worden. In ieder geval, dat verwacht ik. Overwinning op Derby. Ik vind het helemaal mooi. Richt op je eigen prestatie. Weet je, we hebben gewoon nu 3 keer gescoord. Dan mag dat ook wel eens. Maar ik ga die skill points eventjes opmaken. En dan gaan we eens kijken of we inderdaad 91 beoordeling gaan worden. Maar dan moet ik even zien waaraan ik het ga upgraden. Stamina zou misschien wel kunnen. Reactievermogen. Heb je hier nog stamina? Ja, hier krijg je ook nog wat bij. Want Overbouw is af en toe wel snel moe. Dus ik denk dat ik even stamina ga upgraden. En zijn we nu 91? We zijn 91! Hey, 91 beoordeling is Overbouw op dit moment. En hoeveel is Overbouw waard? Die is op dit moment 257 miljoen waard. Maar dat moet nog bijgewerkt worden. Ik denk als we nu een paar dagen verder gaan, dat we dan zeg maar nog omhoog zijn qua zeg maar hoeveel we waard zijn. Maar we staan nog steeds tweede. Real Madrid heeft evenveel punten. Dus als we die wedstrijd winnen, dan gaan we Real Madrid in ieder geval voorbij. En anders gaat Real Madrid Barcelona voorbij. Dus dit is wel echt een hele belangrijke. Maar we kunnen nu nog even checken mijn carrière. We zijn nu, 282 miljoen waard. Dus inderdaad zijn we weer omhoog gegaan. Ik denk bij de 92 of 93 beoordeling dat we de 300 miljoen waardegrens overheen gaan. Dat is helemaal lijp. Maar nu de wedstrijd waar het eigenlijk allemaal om draait deze aflevering. Tegen Real Madrid, El Clasico. Ja, Liverpool was ook mooi. Maar dit is daar natuurlijk voor de echte Barca-fans de belangrijkste wedstrijd. En Real Madrid heeft Jota gekocht, zie ik. Oké. Ik vind dat altijd wel grappig om te zien wat voor spelers ze kopen. En Geertruida! Geertruida staat in de basis bij Real Madrid. Dat is ziek. Dat is toch niet normaal. En er staat bij Barcelona nog steeds een kerel van 70 rated op het middenveld. Ik vind dat zo bizar. Hoezo hebben ze daar niks mee te staan? Of misschien is er iemand geblesseerd. Dat zou kunnen. Maar Geertruida in de basis van Real Madrid. Hoe baas is dat? Ja, dat denk ik niemand verwacht. Ja, dank u wel voor de bal. Opa Baus, doe maar een schot, jongen. Ja, goede redding van Courtois. Ja. Courtois natuurlijk ook een topkeeper. Trouwens, één ding wat sowieso niet mag gebeuren deze wedstrijd, is dat we gaan verliezen. Ja, we moeten gewoon in ieder geval gelijk spelen. Want als we echt gaan verliezen, dan verliezen we de aansluiting met Real Madrid. Staan we 3 punten achter. Maar Athletic Bilbao, die staat volgens mij ook eerste. En die heeft dan, als ze winnen, 4 punten voorsprong. Dus dit is eigenlijk wel in dat opzicht een hele belangrijke wedstrijd. Of we nemen het initiatief, of we gaan achter de feiten aanlopen. Ja. We hebben een corner. Dan wil opa Bouws die bal natuurlijk kort hebben. Nou, het gaat niet helemaal volgens plan. Maar we hebben de bal nog, dus dat is mooi. Frenkie, doe maar terug. Want dan ga ik namelijk hier via de zijkant dribbelen. En hoppa, in de kruising schieten. Wow, dat scheelde niet veel. Het is toch altijd een prachtige goal als zo'n bal er wel in vliegt. Maar ja, dat gebeurt zelden. Dat is echt moeilijk. Maar qua doelstellingen gaan we prima. Want we moeten 2 keer op goals. Oh nee, 3 keer op goals schieten. Dat heb ik ondertussen al 2 keer gedaan. Dus dat is wel lekker. Maar ja, ondanks dat opa Bouws 2 keer van afstand heeft geschoten, is er eigenlijk voor de rest nog geen kans geweest. Het is een hele saaie El Clasico tot nu toe. De tweede helft kan natuurlijk daar nog wel verandering in brengen. Maar ik denk dat er nog bijna geen kansen zijn geweest. Ook Real Madrid. Ja, Real Madrid heeft 2 schoten gehad. Verwachte doelpunten 0,2 en Barcelona 0,4. Dus eigenlijk elke kans was gewoon niet een grote kans. Het waren allemaal van die afstandsschoten of van die halve kansen. Geen 100% kans gehad. Dus dat op zich wel echt heel saai. Dus hopelijk gaat de tweede helft iets spannender worden. God donders, we hebben nu al risico om gewisseld te worden. Dat mag niet. Dus Overmars op de brommet. Is dat rood? Nou, dat denk ik nog niet. Maar ja, ik was er anders waarschijnlijk wel door geweest. Oh, dit is wel shit. Dus hoezo neem ik die vrije trap? Nou, ik paas hem gewoon. Net alsof ik hem daar al ga schieten of voorgeven. Maar deze vloog alsnog bijna in. Maar ik vind het echt debiel dat we risico hebben om gewisseld te worden. Want ja, we hebben helemaal niet zo'n hele slechte wedstrijd gespeeld. Wat? Huh? Zag je dat?
Oké, okay, die bal die vloog keihard weg. Maar ondertussen worden we gewisseld voor Lukaku. Nou, dat was echt een zieke glitch. Die bal gewoon, wat, bam, de andere kant op. Echt supersnel. Oké, okay, nou ja, uiteindelijk hebben we dus niet weten te scoren in El Clasico. Dus dit is wel een beetje droevig. En dan moeten we de rest van de wedstrijd simuleren. Dan ben ik benieuwd. Het is uiteindelijk 1-1 geworden. Kan ik meeleven? Ik zei het ook al, minimaal gelijkspel. Dat is het uiteindelijk ook al geworden, maar... Ja, helaas hebben we geen initiatief kunnen nemen en de voorsprong op Real Madrid kunnen krijgen. En we staan wel eerste. Athletic Bilbao, die heeft ook gelijk gespeeld, of die heeft verloren. Maar die heeft al verloren, dus we hebben nu 3 teams die allemaal 13 punten hebben. Hoejo, het staat echt super dicht bij elkaar. Kijk, de nummer 7 heeft 3 punten minder. Dus in principe, als we 1 keer verliezen, zouden we in 1 keer 6 of 7 kunnen komen te staan. Dus dat is wel echt bizar. Maar wel leuk, want dan betekent wel dat het gewoon lekker spannend blijft. Nou, de komende aflevering, tegen wie gaan we dan spelen? Dan gaan we hier tegen Oviedo spelen of zo. Nou, die zullen niet heel goed zijn. En de tweede wedstrijd in de Champions League. Dus dat is ook wel een belangrijke. Dus nou ja, dat zien jullie de volgende aflevering. Maar dit was voor deze video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Zo ja, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.